Ja. Derde les. Derde live les van onze gratis challenge. En vandaag doen we gevorderde. Maar ik zeg natuurlijk, ik hou het voor iedereen makkelijk. Dus ben je beginner, kan je ook gewoon meedoen. Helemaal leuk. Als eerste wil ik even zeggen, ik ben zo blij dat jullie allemaal zo fanatiek meedoen. En ja, het is echt, echt, ik vind het echt onwijs leuk. Het is zo'n leuke groep, maar ook iedereen die zo lekker meedoet. En ja, ik vind het helemaal waanzinnig. En ook alle mensen die mee gaan doen met mijn live lessen vanaf januari. Waanzinnig. Jacqueline gaat meedoen. Larissa gaat meedoen. Siva gaat meedoen. Helemaal leuk. Even kijken, wie zijn er allemaal? Bienvenidos. Bienvenida Carlien. Korma is er natuurlijk bij. Els, zoals altijd. Florentien die gaat lekker de online lessen doen. Ook helemaal groot gelijk. Hanny. Zoek de aanbiedingen van de Albert Heijn. Ingrid. Larissa. Larissa zit stiekem op de werk. Jacqueline, zei ik al. Jolanda. Media weer. Quinty natuurlijk. Reina. Reina doet ook mijn semi-gevorderde live lessen. Yvonne. Jeanette doet mijn gevorderde live lessen. Helemaal leuk. We gaan beginnen. Ik zei gisteren natuurlijk al, voordat we begonnen, zei ik al, zet jezelf op één. En dan bedoel ik ook, weet je, kijk, met jezelf moet je de rest van je leven doen. De beste investering die je kunt doen, is in jezelf. En dan zeg ik ook altijd, wil jij graag die Spaanse wereld voor jezelf openen? Want dat is zo leuk, in ieder geval. Ik vind het waanzinnig. Die Spaanse wereld is een hele andere wereld als wij Nederlanders en Belgen kennen. En als je dan daar, als je die voor jezelf kunt openen, dat is zo cool. Nou, Anja, je weet er alles van. Maar gisteren ging ik dus ook wandelen, dat zei ik natuurlijk al, hè, via mijn Facebookgroep. Toen ging de Spaanse dame met mij meewandelen. Dus ik zou zeggen ook, zeker alle gevorderden, ga even meeluisteren. Vanaf minuut 12 komt zij met mij meewandelen. Hanny was erbij. En dan gaat ze dus een heel verhaal vertellen. En het, ja, ik vind het heel erg leuk. En Alida zei, oh ja, ze praat wel erg snel. Maar ja, dat doen Spanjaarden nou eenmaal. Dus daar moet je aan gaan wennen. Dus je moet ook gewoon goed gaan luisteren. Dus dan zeg ik dus ook, zeker mijn gevorderde. Volgend jaar doen we ook weer vanaf 2019 het hele jaar programma gevorderde. En vandaag gaat het natuurlijk over gevorderde. Dus ik heb het meer over de gevorderde. Die hebben een jaarprogramma. Die krijgen 2 live lessen in de week. 1 keer conversatie, 1 keer een themales. En zeker conversatie is natuurlijk steeds meer Spaans praten. En ik ga nu ook vanaf 2019 ook meer Spaanse video's erin zetten. Dus echt mensen hier bij mij uit het dorp. Die dan, nou ja, lekker Spaans gaan kleppen. En dan kijken of je het snapt. Kijken of je begrijpt wat ze zeggen. Tuurlijk krijg je ook vertalingen erbij en de tekst. Dus dan kun je het ook goed horen. Maar dat even over de gevorderde. Even kijken. Oh ja, niet vergeten. De aanbiedingen zijn vanavond tot 12 uur. Dus 12:12 tot 12 uur. En daarna gaan mijn aanbiedingen dicht voor het hele jaar. Voor de rest van het jaar en voor volgend jaar ook. Die komen niet meer terug. En vanaf 8 januari gaan we beginnen met de live lessen. Semi-gevorderde en beginners bootcamp, hè? En 7 januari beginnen we met de gevorderde. Goed. Dat was even mijn reclameverhaal. Oh. En nu gaan we beginnen met Spaanse zinnen maken. Want dat zie ik dus ook. Dat zeker mijn beginners bootcamp, die leert natuurlijk in 12 weken. Is hard werken, maar die leren in 12 weken, hebben ze een steengoede basis. Plus ook de 4 tijden die ik aan iedereen leer. De semi-gevorderde, dat is ook weer woordenschat uitbreiden en eigenlijk alles erbij leren wat je nodig hebt in de Spaanse praktijk. Want zo was het dus ook toen ik dit bedrijf ging starten en toen ik dit, al die lessen ging maken. Alles wat ik tegenkwam in de praktijk, dat ik dacht, ja, maar dit gebruik ik ook vaak. Daar moet ik een les van maken. En zo kwam ik dus op mijn beginners en mijn semi-gevorderden. En mijn gevorderden,
is dus om het bij te houden, om beter te worden, om het nog beter te gaan luisteren en begrijpen. Dat doen mijn gevorderden. En het zijn allemaal hele leuke gevorderden. Even kijken hoor. Ik scroll even door mijn e-book. Oh ja, iemand zei ook. Ik wil heel graag mijn aanmelden, want straks is de groep vol. Ik zeg natuurlijk de lijflessen, de groep vol is vol, vol is vol. En ze zeggen, maar ik weet niet zo goed hoe ik me aan moet melden. Dus ik zeg, oké, hier heb je dus, gooi ik nu in de chat de link van mijn winkeltje. En dan kan je dus kijken, nou, wil ik online lessen of wil ik live lessen? Ben ik beginner, semi-gevorderde of gevorderde? Of misschien heb je de online lessen al en denk je, ja, maar ik moet echt live lessen erbij gaan hebben. Stuur me dan even een mailtje op info@supergoedspaansleren.nl. Kijk, ondertussen zie ik ook naar mijn les kijken. Spaanse zinnen maken. Ja, ik had natuurlijk de video erbij van de Un Minuto Español van YouTube. Daar zet ik natuurlijk ook iedere keer lesjes op. Ik zeg ook altijd, geef je vragen door. Of zeg maar van, joh, mag ik daar een Un Minuto Español van? Dan maak ik weer een leuke video voor je. En dan gooi ik die ook op YouTube. Als je denkt, nou, daar wil ik nou meer uitleg van. Ik ben nu ook voor al mijn cursisten nog weer een extra lesdocument aan het maken voor CERN en STAR. Want eigenlijk alles wat jullie allemaal nodig hebben, dat maak ik. Dus alle hulpmiddelen die je nodig hebt, die maak ik voor je. Maar ook omdat ik dan zoveel mensen hoor en dan denken ze... En dan beginners vinden het al moeilijk hoor, maar semi-gevorderd. En dan hoor ik ineens weer gevorderden ook fouten maken. Dat ik denk, oef, ik ga maar gauw weer een extra hulpmiddel voor ze maken. Want we moeten wel allemaal de allerbeste worden. En natuurlijk zeg ik ook altijd, fouten maken mag. Hè? Dat doen we hier ook. Eigenlijk is het makkelijkste dat je... Je Spaanse zin, begin je gewoon. Schrijf gewoon voor jezelf op. Onderwerp. Hou die werkwoorden bij elkaar. Dan heb je het zelfstandig naamwoord. En daarna komt het bijvoeglijk naamwoord. Dit is even heel kort door de bocht hoe je Spaanse zinnen moet maken. En ik zeg natuurlijk, kijk, je hebt natuurlijk 14, je hebt eigenlijk wel 19 grammaticale tijden in het Spaans. En ik zie zoveel mensen die zich verliezen in de grammatica, logisch. Heel veel mensen haken daardoor af door die Spaanse grammatica. En daarom zeg ik, ik hou het voor je makkelijk. Want bij mij kan je gewoon volgende week al een Spaans gesprekje voeren. Want bij mij leer je de 4 waar jij je prima mee, waar jij prima mee Spaans kan praten. En dat is natuurlijk, in elke zin zit nou eenmaal een werkwoord. Dus je moet leren werkwoorden vervoegen. Dus je leert gewoon de tegenwoordige tijd. Een eenvoudige toekomende tijd. En dan zeg ik gewoon IRA plus hele werkwoord. Super makkelijk. Het volgende deelwoord gebruiken we voor de verleden tijd. Is ook een hele makkelijke. En de aan het doen zijn tijd. Voor iedereen hou ik alles zo makkelijk mogelijk. En daarom leer je dus ook zo makkelijk Spaans. En snel, omdat ik allemaal korte lesjes heb. En elk onderdeel herhaal je eigenlijk weer 5-6 keer. Waardoor je dus stap voor stap heel snel Spaans leert. Werkt echt supergoed. Goed. Weet je wat? We gaan gewoon beginnen. We gaan gewoon oefenen. Hoe zeg je... Wacht, ik heb ook even... zinnen opgeschreven. Want ik zeg ook altijd... pak een paar belangrijke zinnen. Stamp die in je hoofd. Zodat je altijd elke Spanjaard te woord kan staan. Hoe zeg je, kunt u mij helpen? Kunt u mij helpen? En als je denkt, ja, maar ik ben nog een beginner. Geef helemaal niks. Dan zeg je gewoon wat. Kun je uitschelen. Ja, goed zo, Korma. Korma heeft de beginners gedaan. Die is nu semi-gevorderd. Maar weet je wat ik ook goed vind aan Korma? Die blijft er ook mee doorgaan. Ik zie heel veel mensen die kopen een online cursus. En dan gaat die cursus aan de kant. Dan denk ik, ja, weet je, dat is zonde. En daarom zijn mijn live lessen in het leven geroepen. Om die mensen door de cursus heen te sleuren. Voor de mensen die niet zoveel zelfdiscipline hebben. Korma heeft het gelukkig wel. Die doet gewoon heel braaf alle lessen. En dan red je het ook prima.
Maar degene die dat niet hebben, dan zeg ik neem lijflessen erbij. Want anders dan ben je over 3 jaar nog niet klaar. En de bedoeling is dat je gewoon of over 16 weken, of dus deze winter lekker Spaans leren. Voor het voorjaar klaar met de beginners. Of voor de zomer klaar met semi-gevorderden. Of je doet het jaarprogramma van de gevorderden. Inderdaad, goed zo Larissa. Inderdaad, heel goed. Puede. Je schrijft P-U-E, puede. In het Spaans spreek je natuurlijk elke letter uit, hè? Dus puede is het dus die E-klank en die U-klank en die I. Dat kennen ze helemaal niet. Dus het is puede. Ayudarme. Of me puedes ayudar. Maar me puedes, honey, is natuurlijk kun jij me helpen. En al wil je zeggen kunt u me helpen, zeg je me puede ayudar. Por favor. Alsjeblieft. We doen even wat ook wat. Je ziet dus ook, weet je, je hoeft geen persoonsvorm erbij te doen. Hè? Je aan het, de vervoeging van het werkwoord kun je al zien over welke persoonsvorm het gaat. Even kijken, we doen even wat zinnetjes ook erbij. Zodat je altijd iedereen antwoord kunt geven. Hoe zeg je, ik ben Nederlander of Belg, ik heb het niet begrepen. Maak er maar wat van, weet je, je hoeft maar niet letterlijk te vertalen. Als je maar kunt zeggen wat ik nu zeg. Dus, ik ben een Nederlander, ik ben een Belg, ik heb het niet begrepen. Nederlander of een Belg natuurlijk, je bent niet allebei. Oh, Brenda, wat leuk. Brenda, jij begrijpt jezelf niet. Dat is ook weer zo, hè. Als je iets of een lettertje verkeerd of je pakt een verkeerde vervoeging, dan zeg je heel iets anders. Ja, goed zo, Carlien. En dat joh mag je weglaten, hè. Want aan comprendo horen ze al dat het gaat over ik. Goed zo, Jannie. Hollandesa. Ik zie heel veel antwoorden. Ik geef eerst het goede antwoord, want op YouTube zie je natuurlijk niet de chat. Soy Hollandesa. Ben je een meisje? Soy Hollandes. Ben je een jongetje? Soy Belga. Ben je een jongetje of een meisje? Dat maakt niet uit. Belga is voor allebei tegelijk. Oh, iemand heeft zijn geluid aanstaan. Ja, schat, ik ben bezig. Ja, dat horen we ook, dat je bezig bent. Even wachten wie het is. Even kijken. Nee, hij staat al netjes uit. Grappig dit. Wie was dat? Oké. Okay. Soy Hollandesa, soy Belga. No te he entendido. Oké, okay. Hollandesa schrijf je met 1 L. Hè? Want we hebben eergisteren, maandag geleerd, bij de uitspraak. Dubbel L is een uitspraak, is een J. Dubbel L is een extra letter in het alfabet. En je schrijft dus geen Hollandesa met dubbel L. Want dan zeg je natuurlijk Hollandesa. Maar ik zeg ook, schrijven is niet zo boeiend. Want we gaan Spaans praten. Tenzij je hele brieven wil gaan schrijven, dan moet je het wel goed leren. No comprendo. Maar wil je hem helemaal correct doen. Comprendo is met je hoofd. Entender is dat je iets niet begrijpt. Weet je, dat je een... Soy Hollandesa, no lo comprendo. Inderdaad, Els, dat is een hele goeie. No te entiendo, kan je ook zeggen. Ik begrijp je niet. No le entiendo, ik begrijp u niet. No, zie hoeveel manieren je hebt gezegd. Even kijken hoor, wat heb ik nog meer? Yo no comprendo. Ja, no lo comprendo. Lo is het. Ah, no lo sé. No lo sé. Corma is, ik weet het niet. No lo sé. Ah, Jolanda zegt ook no lo sé. No lo sé. No lo sé is, ik weet het niet. Maar dan geef je dus al antwoord van, als dan heeft hij je iets gevraagd. En dan geef je als antwoord, ik weet het niet. Maar als je nou zegt, no te entendido. Ik heb je niet begrepen. No te entiendo. Ik begrijp je niet. Hoe zeg je? Hallo, heeft u even tijd? Hallo, hoe gaat het met u? Heeft u even tijd? Of heeft u tijd? Hallo, hoe gaat het met u? Heeft u tijd? Goed zo, ik zie staan. Hola, ¿cómo está? ¿Tienes tiempo? ¿Tiene tiempo? Heeft u tijd? Hola, ¿cómo está?
Hallo, gaat het met u? ¿Cómo está usted? Mag ook heel goed, Lineke. ¿Tiene tiempo? Heeft u tijd? Hola, ¿cómo está? ¿Tiene tiempo? Heel goed, jullie zeggen hola, ¿qué tal? Mag natuurlijk ook. ¿Tienes tiempo? Zegt Jeanette. Heb jij tijd? Heel goed. En als ik nou zeg, ¿qué tiempo hace hoy? Wat zeg ik dan? Hola, ¿cómo está? ¿Tiene tiempo? Tiempo, ja. Als ik nu zeg, ¿qué tiempo hace hoy? Goed zo, Florentien. Misschien moet je, Florentien, moet je al de semi-gevorderde gaan doen in plaats van de begin. Oh, ¿qué tiempo hace hoy? Jacqueline, je ging semi-gevorderde doen, toch? Ja. Tiempo is inderdaad tijd, maar tiempo is dus ook goed zo, Korma, het weer. Dus als ik zeg, ¿qué tiempo hace hoy? Wat voor weer is het vandaag? Want ik hoor je ook aan mijn werkwoord, hace. Zie je, dit is een beetje gevorderde. Nou, dit is niet echt gevorderde niveau. Nee, want Korma is bezig met mijn semi-gevorderde, die weet het ook. ¿Qué tiempo hace hoy? Wat voor weer is het vandaag? Dus soms zeggen ze, ja, maar tiempo betekent tijd. Ja, maar tiempo betekent ook weer. Hè? Dat zei ik gisteren ook al. In het Spaans hebben heel vaak woorden meerdere betekenissen. Wat voor weer is het vandaag? Goed zo. Heel goed. Jullie zijn al goed in je zinnen maken. Oh ja, we gaan even het negatieve doen. Want no zet je natuurlijk altijd voor je werkwoorden. Hè? Niet vergeten. Hoe zeg ik? Kan ik iets bestellen? Iets, zeg ik nu. Kan ik iets bestellen? Ik zit op het terras. Lekker in het zonnetje. Niet met dit weer, in ieder geval. Ik heb mist. En dan zeg je, kan ik iets bestellen? Oh, Stefanie, je gaat kopen. Puedo, kan ik. Oh, nee joh, Lineke, dat weet je. Lineke, jij twijfelt wel eens aan jezelf, maar... Je weet veel meer dan dat je denkt. Puedo pedir algo. Puedo, kan ik. Pedir, bestellen. Algo is iets. Ordenar is ook bestellen. Goed. Hoe zeg je? Nee, ik wil niets bestellen. De ober komt naar je toe en die zegt, wil je iets bestellen? Dan zeg je, nee, ik wil niets bestellen. Of geef er je eigen draai aan. Hoe ga je weg, Carlien? Oh, je hebt het koud. Zit je ook in Spanje? Pedo. Brennaam, pedo is een scheet. Je moet opletten wat je zegt. Ah, no nada gracias, zegt Jannie gewoon. Ja, heel slim. Inderdaad. Ah. Algo, zeg jij, Lineke? Bijna, Yvonne. Je kan natuurlijk niet pedir als hele werk. Je moet natuurlijk kijken. Als je, ik zeg natuurlijk, hou die werkwoorden bij elkaar. Eén moet je natuurlijk vervoegen. En daarna komt het hele werkwoord. Je zegt ook niet, nee, ik bestel niks. Dan zeg je natuurlijk, nee, ik wil niets bestellen. Dus dan kan je wel bestellen als hele werkwoord. Maar ik wil, moet je natuurlijk ook vervoegen. No quiero. Goed zo. Inderdaad. Die zocht ik. No quiero. Ik zal maar verder inzetten. Want quiero is ook weer zo moeilijk om te schrijven. No quiero pedir nada. Nada, hè? Lineke, geen algo. No, zeg je. No, als eerste antwoord. No. En dan komt het nog een keer no. No, no quiero pedir nada. Quiero is, schrijf je met U-I-E. Maar dat ga je vanzelf leren met mijn lessen. Goed zo. Dus, hou die werkwoorden bij elkaar en zet no, zet je ervoor. Ik doe gelijk ook even een beetje herhalen van wat we gisteren hebben gedaan en eergisteren. Maar dat merkte je al. Hoe zeg je nu? Het huis is klein en wit. Het huis is klein en wit.
In het kader van gisteren, mannelijk-vrouwelijk. Heb je hem nog niet gezien, de herhaling? Dan kun je hem nog even bekijken op YouTube. Anders moet je ook nog even, want ik denk niet dat jij er gisteren bij was, even de mannelijk-vrouwelijk les van gisteren bekijken. Es una casa. Jannie, goed nadenken. Want, daar hebben we natuurlijk gisteren op zitten hameren. Als het vrouwelijk is, is je bijvoeglijk naamwoord ook vrouwelijk. Dus Corma, je mist alleen een werkwoord. In elke zin zit natuurlijk werkwoord, behalve als je het over iets speciaals hebt. Maar nu zei ik, het huis is klein en wit. Dus inderdaad, la casa is vrouwelijk. Es pequeña y blanca. Want het is la casa, dus pequeña wordt pequeña met een A. En blanca wordt A ook, omdat het vrouwelijk is. Pequeña. Je schrijft hem zo. P-E-Q-U-E-N-J-A. Pequeña. La casa es. Goed zo. Want het huis is nou eenmaal zo. Dus dat gaat ook niet veranderen. Dat is, je kan niet zeggen esta. Oké, nog zo'n zinnetje. De tafels zijn oud en zwart. Even herhalen van gisteren. Goed zo, Carlien. Goed zo, Brenda. Oud is vieja. Of viejo. Zwart is negro. Negra. Oh, wacht. Nu zijn het las mesas. Vrouwelijk meervoud. Dus dan wordt het ook son viejas. A-S. Y negras. A-S. Vrouwelijk meervoud. Las mesas son viejas y negras. Corma, negras is ook vrouwelijk meervoud, hè? Hoe zeg je, ik ben Nederlandse of Belg, maar ik woon in Spanje? Dat is ook weer zo'n zinnetje, weet je? Wat je echt... Oh, Elide heeft helemaal geen verbinding. Daar zal ze wel van balen. Maar ja, Alida was er gisteravond. Gelukkig hadden we gisteravond wel verbinding. Goed zo, Carlien. Maas. Ah. Het is... Maas, Florentien, is meer. Pero is maar. Dus soy holandesa. Of soy belga, natuurlijk. Pero. Vivo. Stephanie heeft denk ik de woordenboek aan staan. Vivo in España. Bebo is natuurlijk drinken. Ik drink en dan Stephanie zegt ook nog spaghetti. Dus die klopt niet. Soy holandesa, pero vivo, corma, in España. Español is natuurlijk Spaans, hè? Dus vivo in España. Ik woon in Spanje. Aan mij vragen ze namelijk altijd... ¿Qué hace una holandesa in Extremadura? Hè? Er zijn er denk ik 30 Nederlanders in. Heel Extremadura. Bimbo. Bibo. Ik ga hem even voor je typen, Stephanie. Soy holandesa. Hoeft niet met een hoofdletter. Pero. Bibo van bibier. Het werkwoord bibier is een IR-werkwoord. Zo zijn ze altijd... geclassificeerd dat je denkt, oké, je kan de werkwoorden, de tegenwoordige tijd moet je vervoegen. En dan kun je onderscheid maken in de AR-werkwoorden, de ER-werkwoorden en de IR-werkwoorden. Dus, bibieren is een IR-werkwoord. Leer je allemaal vanzelf in mijn lessen. Pero vivo in España. España moet wel met een hoofdletter. Oh. España. En je was even weg. Dus geen espagna. Zie ik heel vaak dat mensen... Espagna. Geen idee waar dat vandaan komt. Maar, oh, misschien in het Frans of zo. Dat weet ik niet. Oké, España. Met een enje. Dus aan mij vraagt ze altijd... ¿Qué hace una holandesa in... O in Los Guadalajara, zeggen ze dan. Hè? Dus ik woon echt in een godverlaten dorp. Dus als je zegt, donde vive la holandesa, dan zeggen ze, oké, ik loop wel even met je mee en dan komen ze bij mijn huis. Oké, spelletje.
Luister goed. Jullie moeten raden over wat voor onderwerp ik het heb. Lilica, die gaan we volgende week ook doen, hè? Jullie moeten raden over wat voor onderwerp ik het heb. Bijvoorbeeld. Scootja. Dat zeg ik zomaar, hè? Luister, betekent dat. Con esta cosa puedo cortar el papel. En dan schrijven jullie het antwoord op in het Spaans natuurlijk, als je hem weet. Con esta cosa puedo cortar el papel. Helemaal ja. Ja, heel goed. Maar wat voor ding heb ik het nou over in het Spaans? Jullie moeten het ding raden. Jacqueline denkt, ik schrijf gewoon de zin op. Ook heel goed als je denkt van, nou, ik heb echt geen idee. Goed zo, Jannie. Bijna goed. Jullie snappen mijn spelletje niet. Dat ligt dus aan mij. Ik heb het niet goed uitgelegd. Ik heb een ding in mijn hoofd. En ik vertel een zinnetje over dat ding. En jullie moeten raden over welk ding ik nou in mijn hoofd heb. Goed zo, Lieneke. Maar gisteren deden we Wie ben ik? Oh, Jeanette denkt, ja, ik weet het woord niet. Het is een schaar. En wat is een schaar? Is tijeras. Oh, yeah, yeah. Tijeras. Schrijf je heel raar? Ja, goed zo, Els. Want de J, maar de J is natuurlijk een G, hè? Dus als je dat denkt, tijeras. Kijk maar hoe ik het geschreven heb. T-I-J. In het Nederlands denk je, huh? In het Spaans, de J is een G. Tijeras. Dat is een schaar. Oké, okay. Luister goed. Nu moeten jullie raden over wat ik het heb. Es una fruta. Es redonda. El color de Holanda. Es una... Ja, goed zo. Es una fruta. Redonda. Una naranja. De kleur is oranje. Naranja is oranje ook, maar naranja is dus ook een sinaasappel. Dus daar had ik het over. Una naranja. Een sinaasappel. Hoe zeg je? Ik schrijf geen brief. Ik ga geen brief schrijven. Mag je ook zeggen. Ik ga geen brief schrijven. Una carta is een brief. Una letter is een letter. Dat is een beetje verwarrend voor ons. Una carta, denk je, oh, dat is een kaart. Nee, dat is een brief. No voy a, hè, achter ier komt a, Yvonne. Ier a plus hele werkwoord is de makkelijke toekomende tijd. No voy a escribir una carta. Ik ga geen brief schrijven. Of no escribo una carta. Ik zei natuurlijk als eerste, ik schrijf geen brief. Dus dan is het gewoon het werkwoord escribir, ir werkwoord, vervoegen. Kijk of jullie ook mijn makkelijke verleden tijd weten. Hoe zeg je, ik heb een brief geschreven? Oh ja, dit is een beetje een moeilijk, want hij is nog een beetje onregelmatig ook. Maar ja, maakt niet uit. Kijken of het lukt. Maar oi, zeker een foutje, Carlien, of... je zit te lachen. E, o hecho. Yvonne denk je, jeetje, ik weet helemaal niet wat escribir, escrito, e hecho. Ik heb gewoon een brief gemaakt. Heel creatief, hè? Als je denkt van, oh, ik weet dat werkwoord niet, pak gewoon een ander. E escrito. Oh. Oh ja, maar Florentine, jij gaat toch beginnen zo. E escrito. Ik heb... Escribir is... het volgende deel, wat is escrito? Una carta, una carta. Eerst keer door een carta. Ik heb een brief geschreven. En nu? Ik ben een brief aan het schrijven. Dit zijn mijn vier makkelijke grammaticale tijden namelijk. Ik ben een brief aan het schrijven. Ik vind het zo grappig, hè? Want mijn semi-gevorderde en mijn gevorderde hou je er gelijk uit. Zo cool. Dan denk ik altijd, yay!
Aan het doen zijn is estar plus ando of yendo. Dus, als je zegt, ik ben een brief aan het schrijven, pak je het werkwoord estar, estoy dus. AR-werkwoorden worden ando, ER en IR-werkwoorden worden yendo. Dus estoy escribiendo una carta. Ik ben een brief aan het schrijven. Dus dan heb je eigenlijk mijn vier makkelijke grammaticale tijden waarom jij heel snel en makkelijk Spaans kunt praten. Oké, we gaan even wat vragen doen. Dit namelijk, al ga je meedoen met de live lessen of met semi-gevorderden, of met, met semi-gevorderden is dit, leer je heel goed die vier tijden. Gevorderde is alles oefenen. We gaan even wat vragen stellen. Hoe zeg je, wanneer ga jij naar Spanje? Wanneer ga jij naar Spanje? Zat in de les, hè? In de les die jullie gekregen hebben, in het e-book. Dat de les. Stephanie, wat hebben we weer mooie blauwe lucht. Ik zit met die grijze lucht. Español is natuurlijk Spaans, hè, Jeanette? Oké, tú mag je weglaten. Tú is natuurlijk jij. Maar aan de vervoeging zie je al dat het gaat over jou. Want je zegt gewoon cuando, dus wanneer, vas a España. Hier a is het hele werkwoord. Die ga je vervoegen. Vas, het is ook voy, vas, va, vamos, vais, van. Dat is altijd het reetje wat ik tegen iedereen zeg. Wat iedereen heel goed weet. Cuando va a España? Is dan gaat, wanneer gaat u naar Spanje? A is Spanje, hè? In is in. A is naar. Ir a. Nee, baas is met een V. V-A-S. Cuando vas a España? Maar ja, dat moet je mee gaan doen met mijn live lessen. Ik weet dat jij mijn lessen al hebt. Mijn online lessen. En dan alleen met de live les. Die live lessen, weet je? Dan weet je gewoon, oké, elke dinsdag heb ik live les. Ik moet gewoon 2 of 3 lessen af hebben, ligt eraan welk niveau je doet. En voor dinsdag. En dinsdag gaan we oefenen. Want als je gaat oefenen en je bent niet voorbereid, is het niet leuk. Dus dan weet je, oké, voor dinsdag moet ik het af hebben. En als je dinsdag niet kan, geef niet, want dan kijk je gewoon naar de herhaling. Want de opname krijg je natuurlijk. Maar dan weet je zeker, oké, ik ben in 12 weken klaar, of ik ben in 20 weken klaar. Of gevorderde, ik ga het hele jaar oefenen. Behalve juli, augustus, september. Oké, seguimos. Wanneer ga je naar Spanje? Cuando vas a España? Oké. Hoe zeg je, wat is jouw werk? Dinsdagavond, hoe laat is dat? Vraagt Larissa. De beginners, de semi-gevorderde, is van 7:15 tot 8. De beginners is van 8 tot 9:15. Well, is het goede woord. Als je een keuze hebt, zeg ik ook in... Oh nee, ik heb deze video er niet bij gedaan. Qual is, als je een keuze hebt, is het qual. Bijvoorbeeld, als jij kan bedenken van, oké, van alle werken, wat is dan jouw werk? Of van alle namen, wat is dan jouw naam? Of van alle... Weet je, als je een keuze hebt, dan zeg je qual. Inderdaad, Jeanette. Qual es tu trabajo? Wat is jouw werk? Qual es tu trabajo? Moeilijk is Stephanie. ¿Cuál es su trabajo? Dan is het, wat is uw werk? Al die vragen, de voornaamwoorden, kijk maar in het e-book, hè? Kijk maar in de les. Zie je worden geschreven met een C. ¿Cuál es tu trabajo? Wat is jouw werk? Als je vraagt, hoeveel is het? Weet je gewoon qua geld. We zijn nu in de winkel. En als je wil weten, je gaat niet naar de kassa kijken wat het bedrag erop staat. Je wilt gewoon horen. Dan zeg je, oké, hoeveel is het? Er zijn 3 manieren. Weet iemand alle 3 de manieren? Ja, goed zo. Ja, Lieneke. Lieneke denkt, oh, daar heb jij... Lieneke weet gewoon mijn vraag al van tevoren. En, Nee hoor, Lieneke. Dan zie ik wel gewoon dat jij altijd heel trouw en heel goed naar mij luistert. Inderdaad. Het is dus, ¿cuánto es? Hoeveel is het? ¿Cuánto cuesta? Hoeveel kost het?
Quanto vale? Is ook heel goed, Els. Ja, laatste vraag. Waarom? En dan wil ik ook het antwoord weten. Dus je stelt deze vraag en je geeft het antwoord. Waarom wil je Spaans leren? Oef, Yvonne wil het lezen. En dan, Yvonne, je moet ook maar mee gaan doen met mijn lessen. Want je moet wel natuurlijk een werkwoord vervoegen. In elke zin zit een werkwoord en je moet hem vervoegen. Je kan niet het hele werkwoord erin knallen. Ja, want Korma die gaat lekker met de camper op pad. En dan denkt ze, ja, en dan zeker als je niet langs de kust bent. Daar spreekt natuurlijk geen hond Engels. Dus dan moet je wel Spaans spreken. ¿Por qué? Is natuurlijk waarom. ¿Quieres? Wil je? Aprender? Leren? Español? Spaans? ¿Por qué? Aan elkaar. Quiero visitar, zegt Jeanette. Mis amigos in Barcelona. Of je zegt muchas veces, Jeanette. Vaak. ¿Por qué quieres estudiar español? Porque quiero entender el español y hablar con los españoles. Goed zo, Lineke. Hele mooie zinnen. Waarom wil je Spaans leren? Omdat ik Spaans wil verstaan en ik wil met de Spanjaarden praten. Vivir, hè? Jacqueline. Yo aprendo español porque yo quiero vivir. Quiero heb je al vervoegd en daarna komt het hele werkwoord. En dat is vivir in Spanje. In invierno, oh heerlijk. Lekker in de winter in Spanje wonen. En in de zomer in Nederland. Estudio, heel leuk. Oké, dat was onze live les voor vandaag. Ik zou zeggen, pak een aanbieding. Of online of live. Geldig tot vanavond 12 uur. Heb je vragen? Stuur me een bericht op info@supergoedspaansleren.nl. Of ga naar mijn winkeltje. Had ik die? Ja, kijk. Die. En dan kan je een keuze maken. En nu heb je natuurlijk nog aanbiedingen. Na vannacht zijn ze er niet meer. Goed zo, Korma. Hasta luego. Hasta pronto. Heel erg leuk dat jullie er allemaal waren. Inderdaad, we spreken elkaar. Hasta esta noche. Ja, dan zijn de gevorderden. Hebben live les. Live lessen zijn natuurlijk altijd 's avonds. Adiós. Hasta la próxima. Adiós.